Dag, dames en heren. Na de regen van gisteren, vooral in het zuidoosten viel veel regenwater. Scheen vandaag de zon wederom uitbundig. En er was nog wel wat bewolking zichtbaar, vooral sluierwolken, soms ook wat vliegtuigstrepen. Hoge bewolking is dat. Maar ook op een wat lager niveau vormde zich in de loop van de dag wat bewolking. En dan hebben we het over stapelwolk. Maar de zon, die was goed aanwezig. En dat zal ook de komende dagen zo zijn. Van grote hoogte kunnen we Nederland ook vandaag weer goed zien. De satellietbeelden laten ons land duidelijk terugkomen. Nauwelijks bewolking. Ten oosten van ons nog steeds dat massieve regengebied waar we gisteren mee van doen hadden. Daar valt in Duitsland nog steeds op sommige plaatsen veel regenwater uit. En op het randje van de kaart zien we die wolkensluiers, die hoge bewolking, die af en toe ook in het westen en noordwesten van Nederland vandaag zichtbaar waren. Voor vandaag verder vooral heel veel zonneschijn, droog weer en temperaturen die landinwaarts oplopen, naar zo'n 25 of 26 graden vlak aan zee, net iets minder hoge waarden bij een bries uit west- of noordwestelijke richting. Dat gebied met buien boven Centraal-Europa trekt geleidelijk aan naar het oosten. Dat zien we vrij snel gebeuren. Bewolkingsgebieden trekken wat meer ten noorden van ons richting Scandinavië. Hoge druk zorgt dit weekend bij ons voor vooral zonnig en droog weer. Maar na het wekeinde, dan steekt er echt een westenwind op. Af en toe weten regenstoringen ook door te dringen tot onze omgeving. Maar veel belangrijker, met die westenwind. Wordt er ook geleidelijk aan koelere lucht aangevoerd. De temperaturen gaan na zondag duidelijk omlaag. Morgen gaat juist de temperatuur omhoog. Landinwaarts wordt het op uitgebreide schaal meer dan 25 graden. 27, 28 graden zal het maximum worden in de kustgebieden. Dankzij een briesje uit de westelijke richting net wat minder hoge temperaturen. En vooral in de ochtend is er nog in het noorden van Nederland iets meer bewolking aanwezig. Kijken we dan naar de zondag. Ja, dan doet hij zijn naam eer aan. Veel zonneschijn, droog en nog wat hogere temperaturen. Landinwaarts komen we rond, misschien zelfs wel op sommige plaatsen, boven de 30 graden uit. Dat lijkt dan wel voorlopig de laatste echt warme dag te worden. Want in de nacht naar maandag trekt bewolking en zelfs wat regen over het land. Maandag overdag is het weer droog, maar duidelijk minder warm, 22 graden. En dat zijn de temperaturen die we ook begin volgende week kunnen verwachten. Daarbij is het overwegend droog, alhoewel er soms wel eens een keer een klein beetje regen kan vallen. Tot de volgende keer.